Het is bijna onmogelijk om op een zinnige manier antwoord te geven in één minuut op de vraag wat de rol van het ontwerp is in al die opgaves waar we in de komende jaren voor staan. Ik weet één ding zeker. Het gaat wat mij betreft altijd weer om diversiteit, om uniciteit. Het gaat om het creëren van plekken die identiteit hebben, die in zichzelf karakteristiek zijn. En dat betekent in de opgave van Almere dat het heel belangrijk is dat ieder nieuw onderdeel wat toegevoegd wordt aan deze stad, dat dat anders is dan wat we in de afgelopen 50 jaar daar hebben gerealiseerd. Daar is heel veel van hetzelfde verschenen. En met het plan voor de schaalsprong van Almere, wat Winnie Maas en ik hebben mogen maken, hebben wij in ieder geval geprobeerd om die diversiteit centraal te stellen. Goedemorgen. Als aftrap voor deze ochtend mijn antwoord op de vraag: wat is de rol van het ontwerp in de opgave waarvoor we nu staan? Voor mij is de grote uitdaging in gebiedsontwikkeling het intelligent verknopen van de maatschappelijke vraag naar passende woningen in een gezonde leefomgeving met de opgave voor klimaatadaptatie, emissiereductie van CO2, stikstof en andere kwalijke stoffen en het herstel van biodiversiteit. Waar wetenschap en onderzoek heel goed is in het analyseren en uit elkaar rafelen van verschijnselen en opgaven, is het ontwerpen er juist goed in om allerlei onderdelen op nieuwe manieren bij elkaar te brengen. En waar onderzoek sterk is in het kwantificeren van alle onderdelen, zoekt het ontwerp juist naar de kwaliteit van het geheel. De bijdrage van het ontwerpen ligt dus in de intelligente verknoping, maar wel op basis van state-of-the-art analyses en data die het onderzoek aanreikt. Welke rol speelt het ontwerp in de grote opgave waar we voor staan? Nederland staat voor een flink aantal grote opgaven. Het land blijkt verre vanaf, zoals een voorgaand kabinet geloof ik dacht. We kampen bijvoorbeeld met een wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor een enorm probleem met de betaalbaarheid. We moeten misschien wel 1 miljoen woningen bijbouwen in de komende 10 tot 15 jaar. En te lang is erop vertrouwd dat de ingewikkelde, tijdrovende en dure binnenstedelijke locaties daarvoor voldoende zouden zijn. Nu wordt er eindelijk bij de Rijksoverheid men wakker en groeit het besef dat er veel grotere keuzes en ingrepen nodig zijn, waarbij uitleglocaties terecht weer op tafel liggen. Klimaatverandering, ook een belangrijke opgave die in ons land bijvoorbeeld voor het thema water grote gevolgen heeft. Maar daarnaast zoeken we ook naar ruimte voor meer bos en voor biobased bouwmaterialen te verbouwen op akkers. Blijken de grenzen van de intensieve veeteelt pijnlijk duidelijk te worden in de stikstofdossiers. En groeit de vraag naar recreatie en natuur. Daarnaast het energiedossier. Nu de gaskraan steeds verder dicht gaat, verplaatst de energiewinning zich naar het maaiveld en wordt daarmee een soms onverzoenlijke concurrent van veel andere ruimtelijke functies. Denk bijvoorbeeld aan windenergie. Dit zijn dus allemaal grote opgaven die wij op een beperkte ruimte in dit land moeten oplossen en die ook nog vaak in zijn onderlinge samenhang moeten worden bekeken. Dat vraagt dus integrale beleidskeuzes, maar in mijn ogen ook een integrale ontwerpaanpak op regionale of gebiedsgerichte schaal. We moeten steeds meer loskomen van zoneren en steeds meer gaan combineren. We moeten naar een interactielandschap waarin de verschillende opgaven tot synergie leiden. Dus niet windmolens of woningbouw, maar een energie-neutrale of zelfs opwekkende nieuwe wijk of stad. Dus ontwerpkracht moet in de stad en daarbuiten op regionale of gebiedsgerichte schaal worden ingezet om te zoeken naar koppelkansen voor al die opgaven die we in dit land moeten oplossen. Mijn naam is Marco Broekman, partner en stedenbekundige bij Buren Urbanism. De situatie in Nederland is alarmerend als we kijken naar hoe belangrijke urgente opgaves landen in het ruimtelijk domein, zoals de energietransitie, biodiversiteit, klimaatadaptatie, verstedelijking en de transitie van de landbouw. Nederland loopt vast door gebrek aan regie en complexiteit van opgaves.
Deze stapeling van opgaven moet namelijk in een steeds kleiner stukje gebied worden opgelost, met steeds meer stakeholders. Met een traditionele ontwerpbenadering los je dat niet op. Er zal namelijk op zoek moeten worden gegaan naar slimme combinaties, maar soms moeten er ook scherpe keuzes worden gemaakt. Ontwerpend onderzoek kan daar helpen om draagvlak te creëren, scenario's te verkennen en agenda's te maken. Ontwerpend onderzoek in al zijn gradaties kan voorafgaand, maar ook tijdens planvorming van een gebied, als methode worden gebruikt om complexiteit te lijf te gaan en om keuzes te forceren. Wij zien daarbij een bijzondere rol toegelegd voor publiek-privaat ontwerpend onderzoek, wat op dit moment nog heel erg mist in het discours.